Dit is een puberbrein. Voor mijn onderzoek kijk ik in de hersenen van adolescenten om meer te weten te komen over hun welzijn. Maar aan die hersenscans heb ik natuurlijk niet genoeg. Minstens zo belangrijk is dat ik met jongeren zelf het gesprek voer. Om erachter te komen hoe zij zich voelen en wat zij belangrijk vinden. Tijdens de adolescentie, dat is de periode van 10 tot ongeveer 22 jaar, dus veel langer dan de puberteit, vinden vele veranderingen plaats in je brein. Zo worden verbindingen tussen hersengebieden sterker. Ook zien we tijdens de adolescentie dat hersengebieden die betrokken zijn bij emoties en beloning veel actiever zijn dan tijdens de kindertijd of volwassenheid. Het reguleren van emoties gaat nog niet zo goed tijdens de adolescentie. Daarom zien we dat sommige jongeren last hebben van heftige emoties en stemmingswisselingen. Veel mentale problemen beginnen ook tijdens de adolescentie. Toch gaat het met een groot deel van de jongeren best goed. Het is een klein gedeelte van de jongeren die problemen ervaart. Ik wil er graag achter komen hoe het kan dat de grootste groep eigenlijk zonder problemen door die periode heen gaat en dat een klein deel toch blijft worstelen ook nog na de adolescentie. Welzijn is best een vage term. Wat ik sowieso niet bedoel is dat het een leven is vrij van negatieve dingen waarin je 24/7 gelukkig bent. Want dat kan niet. Waar het wel om gaat is dat je bijvoorbeeld weet hoe je kunt omgaan met tegenslagen. Door steun uit je omgeving of je eigen vaardigheden, dat je weet hoe je om kunt gaan met negativiteit. Het betekent ook dat je positieve dingen ervaart. Een mooi voorbeeld hiervan is hoe jongeren zich inzetten voor grote maatschappelijke vraagstukken. Het geeft hun een positief gevoel op het moment dat ze weten dat hun stem telt en dat ze iets kunnen bijdragen. Ook ik vind het heel belangrijk om naast mijn inhoudelijk werk mij in te zetten voor dit soort thema's. Zo ben ik bijvoorbeeld samen met collega's bezig om te kijken hoe we een diverse groep jongeren kunnen bereiken en betrekken in ons onderzoek. Ook denken we samen met maatschappelijke partners zoals jongerenwerkers, de gemeente Rotterdam, na hoe we ervoor kunnen zorgen dat jongeren een stem hebben in wetenschap en beleid. Uiteindelijk willen we weten wat er nodig is zodat elke jongere optimaal kan opgroeien. Daarom wil ik onderzoeken hoe grote maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis en kansenongelijkheid, een rol spelen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Als je bijvoorbeeld opgroeit in een omgeving met sociaal-economische uitdagingen, kan dit een rol spelen bij je welzijn. En mogelijk ook impact hebben op je hersenontwikkeling. Daar wil ik meer over weten. En ook willen kijken hoe we deze kennis in de praktijk kunnen brengen.